Welkom bij de finale van Zomertuin. De afgelopen 9 weken hebben we u 27 prachtige tuinen laten zien. Wilderige tuinen, strak ingerichte tuinen, hele grote, wat kleinere tuinen. Alles kwam voorbij. Maar wat is nou de allermooiste zomertuin van 2010? Straks maak ik in deze uitzending bekend welke tuin de allermeeste stemmen van u thuis heeft gekregen. Maar eerst blikken we even terug op het afgelopen seizoen. Carla. Hallo. Hoi. Hallo. Hallo. Hallo, ik ben Wil. Hallo, ik ben Na. Ik ben Corrie. Ik heet u van harte welkom. Welkom in mijn zendtuin. Welkom in mijn 3 rotonde tuin. Wij hebben hier een hele mooie beeldentuin. In mijn verrassingstuin in Schaapzand. Hier in Honselenzijk. Hier in de Zilk. In Zoetermeer. I get tired and upset. And I'm trying to care a little less. When I Google, I only get depressed. I was taught to dodge those issues. Wat is dit dan? Een grasveldje. Voor de hond. Oh, voor de hond? Ja. Nou ja, gras. Het is een beetje geel. Ja. Maar het is als ik na 5 weken op vakantie ben geweest, weer helemaal groen. Dat doet mijn buurman. Dus als jouw buurman je tuin doet, dan is je gras groen. Ja. Als je het zelf doet, dan wordt het zo langzaam... Plekkerig. Ja. Maar wat doe je dan mee? Ik zou het niet weten. Mijn man zegt het is van de hond. Dat die plast hij daar of zo? Plasje doet ze, ja. Maar het is wel het enige wat je weet dus, is dat je buurman er niet op pist als je op vakantie zijn. Ik bedank je voor alles. Je bedankt voor alles? Ja, voor alles. Ook dat jullie, dat jij hier komt mee te gaan zijn. Dan vind ik het gewoon godsgegeven. Nou... Ja, zo zie ik. Ja, dat is jij niet. Maar ik wel. Dat vind ik iets te veel eer hoor. Nee, ik wil niet vanavond God bedanken dat ik hier ben geweest. Tuurlijk. Echt? Alles komt niet vanzelf, vind ik. Ik wil altijd alles zeer kort houden. Ja? Ik zit ook altijd van laadjes weg te halen. Met mesje onkruid tussen de tegeltjes. Nou, maar ja, Jantine, heb je hier nog wel wat te doen? Moet je kijken. Ja, maar ja, dat is... Het ligt helemaal vol met blaadjes. Dat is gisteren door de wind gekomen. Ja, daar kan ik ook niets aan doen. Dat zijn dingen waar je niet... Gisteren door de wind, al die blaadjes. Ja. Weet je wat ik nou de mooiste plant in jouw tuin vind? Nou? De Skimmia japonica. Ja. Ja. Is die? Nee, dat is niet die. Waarom niet? Is dat een Skimmia japonica? Nee, die. Nee, ook niet. Nou, dan weet ik het niet. Oh, die! Ja, dit bovenaan ook een heleboel. Ja. €1,35. Lichte standplaats, ja, maar die matige hoort er niet. Zon. Maar dat prijsje hoort er niet bij. Jo. Een paar jaar geleden heb ik een hele serie beelden gemaakt aan de hand van gedichten van Kees Budding. Misschien ken je die wel. De Blauwbeeldgorgel, een heel bekend gedicht. Ja. Nou, die zit daar achterin. Die schrijft zulke maffe gedichten. Dat je daar heel veel inspiratie van krijgt. Oh, dit is hem. Kijk. En hoe noem je nou zo'n ding? De Blauwbilgorgel. Dat is een heel bekend gedicht. Oh, is ook weer van diezelfde... Ja, van Kees Budding, ja. Kees Budding. Kijk, hij heet dus niet. Blauwbillen. Zie je? Blauwbillen. Is er nou nog iets in de tuin waarvan je zegt van, nou... Wat ik nog speciaal in de tuin wil hebben is een soort druppelvloeiing. Een? Druppelvloeiing. Een soort regenleidingje. Oh, dat je gewoon binnen kan blijven zitten, op een knop drukt en ja, dat het gaat sproeien. Dat gaat sproeien. Dus dat is eigenlijk nog een wens. Ja, dat is inderdaad nog mijn wens die ik nog steeds heb. Ja, maar dan heb je eigenlijk het verkeerde programma gebeld, hè? Want we zijn niet van hart in actie, Piet. Nee, dat weet ik wel, maar dat geeft ook niet, hoor. Mag ik even voelen hoe ze voelt, zo'n beest? Ja, valt best wat mee. Oh ja. En die zit hier in dat hok en die gaat s'nachts jouw tuin in en die maakt dan zeg maar jouw tuin slakvrij en dat soort dingen. Slakvrij en je moet hem wel een beetje bijvoeren, want deze heeft geen tanden meer.
Daarom is hij ook hier, dan kan hij terug naar de natuur. Dus jij haalt die slakken zelf uit je tuin, die stop je in de blender en dan krijg je het aan die egel. Dat kan niet meer. Ik zou het niet willen missen, ik zou het ook niet kunnen missen. Nee, ik heb altijd al gezegd tegen mijn vrouw, als ik dood ga, moet je daar in die hoek een gat graven en daar wil ik leggen. Dat was een compilatie van het afgelopen seizoen Zomertuin. Maar nu is natuurlijk de grote vraag, welke tuin kreeg van u de meeste stemmen en wint de titel Zomertuin 2010? Dat vertel ik u straks. We gaan eerst kijken naar de top 5 van de mooiste tuinen van dit jaar. En deze tuin eindigde op de 5e plek. Hallo, ik ben mevrouw Nachtsem uit Zoetermeer. Ik heet u welkom in mijn altijd groen blijvende tuin. Nou, ik wil nu even met alle plezier mijn tuin laten zien. Wat mooi en wat groot hier. Toen wij dus plusminus 15 jaar terug hier kwamen wonen, toen was het een ramp. De tuin heeft 2 jaar alleen gestaan, dus 2 jaar niet verzorgd. Ik heb een heel apart verhaal over dit plekje. Ja. Mijn man is verleden jaar overleden en op verzoek van hebben we hier zijn urn ingezet. Ik heb er een randje omheen geplant. Dit heeft op zich ook een verhaal. Ja. Ieder jaar zei mijn man als het roodborstje in de buurt kwam van Rita, is het roodborstje weer. En toen mijn man pas weg was, vond ik het roodborstje dood in de tuin. Ach. Heel verdrietig. En mijn zoon is wildhouder. Houden, ja. En daar heb ik het over gehad. Hij zegt maar, ik maak een roodborstje. Jij zoekt een tak en die heeft helemaal verbronst. Die is helemaal van brons gemaakt, dus mijn man heeft zijn roodborstje terug. Mooi zeg. Mevrouw Nachtsaam, van harte gefeliciteerd met de 5e plek in dit seizoen van Zomertuin. En deze tuin eindigt op de 4e plaats. Hallo, ik ben Jan. Hallo, ik ben Saskia. Welkom in onze lounge-tuin. In Oudekerk aan de IJssel. Wonder if it's gonna rain or shine. Zo, dit is hem dan, onze tuin. Wat wilderig. Ja, veel bloemen, hè? Ja, echt. Maar ik zie nog niet helemaal wat nou jullie tuin is. Want ik zie wel heel veel, maar ik zie niet wat er overal achter zit. Nee, dat is ook de bedoeling. Het zijn allemaal losse hoekjes. En iedere keer kom je een nieuw stukje van de tuin tegen. Het is wel leuk zo met al die bochtjes en gangetjes en afdalingjes. Ik zit hier graag. Ja? Niemand kan je hier zien. En die zijn ook leuk. Ja, leuk, hè? Die eentjes. Ja, de ene is een taling en de andere is een smint. Die komt uit Chili. Die komt uit Chili? Ja, een Chileense eend. Hoe dan? Ja, nou, hij is gewoon in Nederland geboren, maar het is gewoon het... Voor het verhaal is het leuk als je zegt dat hij uit Chili komt, zou ik ook doen. Waar komt die ander vandaan, Saskia? Zien zijn land? Ja, die komt gewoon uit Guatemala. Eén uit Chili, dat is bijzonder. Ja, maar al die kijkers weten misschien wel veel beter waar die eenden vandaan komen. Die hebben geen idee. Die hebben die net 2 seconden in beeld gezien. Die hebben geen benul. Die denken, oh, interessant die tuin. Ja. Ga ik op stemmen. Ja, en ze kunnen het samen best aardig vinden. Nou, dat zie ik. Jan en Saskia, van harte gefeliciteerd. Jullie hadden inderdaad een prachtige tuin en een terechte 4e plaats. En deze tuin eindigde nog een plek hoger. Op de 3e plek. Hallo, ik ben Barry. En ik ben Marcel. Welkom in onze Engelse tuin, hier in Wassenaar. Wie doet nou wat in de tuin? Ik doe het meest. Ja? Ja. Ik help Marcel om dat allemaal helemaal mooi voor elkaar te krijgen. En wat doet Barry dan? Commentaar geven. Commentaar geven? Commentaar geven. Hoe dan? Als het niet gelukt is. Als Marcel iets verkeerds doet. Nou, dan bespreken we het s'avonds. Dan had hij het anders gedaan. Oh ja, tuurlijk. Ja, dat kan je makkelijk zeggen als je er niks aan doet. Ja, en als... Nee, hij doet wel wat hoor. Wat dan? Nou, ik maak hoopjes. Van als ik in de tuin bezig ben, maak ik overal hoopjes. En met compost en zo? Met afval en die mag hij dan opbergen. En dat is zijn taak? Dat is zijn taak. Hoe lang zien jullie bij elkaar? 15 jaar. Oh, toch wel? Ja, toch wel. Ja. Dat je het zo lang uithoudt. Denk je dat het vandaag afgelopen is? Marcel en Barry uit Wassenaar, van harte gefeliciteerd met jullie 3e plaats en de vele stemmen die jullie kregen van de kijkers thuis. En dan gaan we nu kijken naar de tuin die eindigde op de 2e plek. De tuin die het net niet heeft gewonnen. Hallo, ik ben Ellen. Welkom in mijn stiltetuin, hier in Voorburg.
Als ik 's morgens wakker word, open ik de deur en zeg ik, hoi, ik ben in een mooie tuin. Ja? Dan ben ik heel blij. En dan maak ik een kopje thee en een croissantje en een lekker eitje. En dan ga ik daarvoor zitten, dus in mijn lichtstoel. En dan ga ik echt genieten van de stilte. Maar het is niet meer stilte. Dan barst er een orkest los. Hè. Dus ik heb mijn eigen orkest. Ja? De duiven die roeken dan. Hè, ja? En die zeggen, groet u, zoet lief. Zoet lief. Nou, en dan zwemmen de vissen, want die doen ook wat. Die zwemmen op de maat van de muziek mee. Nee, is dat echt? Ja, dat is echt. Ik zal het je over vertellen. Ja, vertel maar, ze horen het zo niet. Ja? Ik hou van een goede regenbui. En dat is echt, maar echt een lekkere regenbui. Een stevige klensbui. Al is het 's nachts, als het regent, ren ik naar buiten, roets alles uit. En dan krijg ik heel de massage van de regenbui. Dat is heerlijk. Kom ook maar een keertje, dat is leuk hoor. Dolle pret. Ik krijg veel uitnodigingen, maar zo uitnodiging niet snel, lieverd. Ellen Fiering, van harte gefeliciteerd met je tweede plaats in Zomertuin 2010. En je had niet alleen een mooie tuin, maar we hebben je ook leren kennen als een heel bijzonder mens. Van harte gefeliciteerd. En dan is het eindelijk zover. Welke tuin heeft de meeste stemmen van u thuis gekregen en mag zich een jaar lang Zomertuin van 2010 noemen? De winnende tuin van dit jaar is deze tuin. Hallo, ik ben Paul van Wandelen. Welkom in mijn guerrillatuin in Den Haag. Ik heb een tuintje in mijn hart, maar dan liever jou. Dit is toch gewoon een openbaar terrein, of niet? Ja, maar ik heb het me toegeëigend en beplant. Oh, daarom noem je het ook guerrillatuin? Juist. Echt waar? Ja. Ja. En maar hoe mag dat, zomaar je tuin toe-eigenen? Met een guerrillatuin begin je gewoon. En wacht het resultaat maar af wat de mensen ervan vinden en de autoriteiten. Ik kan niet zonder jou. Zo, hoort dit er ook allemaal bij, joh? Allemaal. Hoeveel uur zit je in deze tuin per dag? Van 10 tot 4. Elke dag? Ja, 7 dagen in de week. Maar het is ook niet alleen maar omdat je een mooie tuin wilt? Nee, ik ga bij de buurvrouw een bakje doen, 's morgens. Dan ga ik wat in de tuin doen. Ja. En dan komt er iemand langs en dan maak je een praatje. Dus het is niet de hele dag in de tuin werken, maar bezig zijn. Wat kost dat nou? Nou, je kunt er een leuke auto van kopen. Wat ik hier een auto van kopen? Ja. Wat ja. Jij hierin geïnvesteerd? Ja. Ja. Maar denk jij nou nooit eens een keer, waar ben ik in godsnaam mee bezig? Nee. Nee? Nee. Het groen vind ik dan meer waard dan een auto. Mooi hoor. Ja, de winnaar van Zomertuin 2010 is dus Paul van Wandelen uit Den Haag met zijn guerrillatuin. Dit is de seniorenflat waar hij in woont. En de grond rondom die hele flat en vooral de achterkant heeft hij helemaal in zijn eentje aangelegd. Nou, we hebben tegen Paul gezegd dat we alleen nog even komen napraten over de uitzending. Dus hij weet nog van niks en dat houden we ook nog even geheim. Paultje. Hey, goedemorgen. Jo. Goedemorgen. Hoe is het? Ja, prima. Ligt er nog mooi bij? De regenbuitje heeft veel goeds gedaan. Heeft veel goeds gedaan. Hey, hoe kijk je terug op het seizoen Zomertuin? Hoe vond je de eigen uitzending? Wat ik het leukste vond was een mevrouw die met een stuk of 6 kinderen hier langs liep. En het laatste kind zei van, hey, ik ken die tuin. Oh echt? Oh. En toen zei ik van, dat is van TV West. Toen zegt ze, oh, dan heeft mijn moeder op jou gestemd. Nou, 1 stem heb je in ieder geval, ja, dat weet je. Ja. Hoe hebben de mensen in de flat zelf gereageerd? Want het is natuurlijk een seniorenflat, ja. Wat oudere mensen. En jij bent de jongste, dus jij maakt voor al deze mensen die tuin. Ja, alleen maar positieve reacties. Koekoek, nog zo'n leuke bel. Hallo, wij zijn het TVW. Hallo. Zou jij van de deur willen komen? Heb ik wel gewonnen? Ik had gewonnen. Nee, ik wou alleen vragen hoe u de tuin vindt die Paul zo mooi heeft gemaakt. Ja, daar zijn wij heel blij mee. Mooi. Ja, vindt u mooi? Zeker. Ik wou even vragen wat u van de tuin vindt. Ja, wel mooi. Ja? Hartstikke mooi. Ja. Hij is er dag en nacht aan bezig, maar hij heeft wel resultaat. U geniet dagelijks van deze tuin? Ja. Ja. Wij kijken er bovenop. Als ik hier in de keuken sta, dan kijk ik zo in de tuin. Al die bloemetjes ook, zij. Het gras gemaaid is en dergelijke dingen meer. Hij doet er zoveel aan altijd. En met weinig geld natuurlijk. En het is altijd hartstikke leuk. Ja. En veel mensen genieten ervan. Heel veel mensen, ja. Heel veel kijkers. Ja. Maar wel een enorme klus die hij eraan heeft. Zo, dat kan je wel zeggen. Dat kan je wel zeggen. Heeft u wel eens zoiets van, nou, toch maar eens een handje helpen? Nee.
Dat dan niet. Nou, ik heb hem één keer geholpen, dat neemt u me niet in dank af. Oh ja, u trekt alle mooie planten eruit van het zal onkruid zijn. Precies, ja. Ja, precies. Ja. Heeft u de uitzending gezien? Ik heb de uitzending gezien, ja, is leuk. Heeft u gestemd? Ik heb niet gestemd. Oh. Moet je dan met een computer? Ja. Nou, ik heb geen computer, dus dan houdt het op. En wilt u nog stemmen? Nu? Ja, wel. Natuurlijk. Ja? Ja, op Paul. Op Paul. Nou, tel die stem er nog even bij op. Ik stem op Paul. Nou, weer een erbij. Ik stem op Paul. Ik stem op Paul. Ik stem op Paul. Ja? Ja, dat dit heel mooi maakt hier voor de deur. Nou, tel die er ook maar bij. Ja, toch? Nou, we hebben 27 zomertuinen gehad. Welke tuin vond jij nou zelf de mooiste? Waarvan je denkt van nou, die zou zomaar eens kunnen gaan winnen. De tuin in Delft. De stadstuin. Dat is niet de tuin geweest die de meeste stemmen heeft gekregen. Want er is één tuin en die heeft met afstand de meeste stemmen gekregen van alle kijkers. Ja. Gefeliciteerd. Paul. Ben ik het. Jij bent de winnaar. Joepie. Van Zomertuin 2010. Dankjewel. Van harte gefeliciteerd. Ik krijg de kippen van. Kijk, ah, jongeman. Goed, hè? Paul, ik heb een fantastisch cadeau voor je. Je krijgt van ons een cheque ter waarde van €250. Mag je besteden bij een tuincentrum. En dan kun je mooie spullen voor in je tuin kopen. Ik ga er bijna van janken. Ja? Hij is er veel. Dankjewel. Alsjeblieft, hij is voor jou. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. En geef hem nog even een applaus. Zoenen. Zo. Dank je wel. Ja, niet met die harde schoenen, joh. Maar Paul, dat is nog niet alles. Want zoals je misschien in een eerdere uitzending hebt gezien, heeft Jannie van der Luijgaarde een bloem geboetseerd. En deze kun je op die manier prachtig in je tuin zetten. Als je alle uitzendingen gezien hebt, dan... Dan weet je wat er komen gaat als winnaar. Ja. Maar je hebt alle uitzendingen gezien. Dat weet je dat Ria van der Riet ook nog iets gemaakt heeft. En dat mag je ook in je tuin zetten. Die is mooi. En die is ook voor jou of voor jullie. Heel erg mooi. Hoe vind je hem? Ja. Ja? Dit is kunst. Kunst. Ja. Oké. En nu dacht ik natuurlijk, het is ook zo leuk dat jullie er allemaal bij zijn. En jullie zo ontzettend blij zijn ook met de tuin die Paul maakt. Eigenlijk... En dan staat er daar al eentje helemaal happy te springen. Moet ik voor jullie ook iets regelen? Ja. En ik dacht, wat doe je nou als je in een seniorenflat bent? Precies, een advocaatje met slagroom. Mensen, ik zou zeggen, proost en drie hoeraatjes voor Paul. Hoera! Mooi seizoen, hè, zo? Fantastisch seizoen. Ja? En jij als winnaar kan dat natuurlijk alleen maar beamen. Ja, maar buiten dat vond ik het toch sowieso een fantastisch seizoen. Met veel bijzondere tuinen. Ja. Nou, mocht u thuis zitten en u denkt, ja, ik heb eigenlijk wel een uitzending gemist of wil nog wel eens iets terugzien. Dat kan, ga naar onze website westonline.nl/zomertuin. Daar vindt u ook de kruidentips van ons kruidenvrouwtje Charlotte. En de winnaars van de kruidenworkshop, ook bij Charlotte. Die staan vermeld op westonline.nl. Bedankt voor het kijken en tot volgend jaar. Dag. Oh.